Ik ben Matthijs Pater. Ik ben de resident director bij de musical The Bodyguard. Mijn functie houdt eigenlijk in dat ik de kwaliteit van de show ten alle tijde behaalt. Je ziet mij niet echt voor de schermen, nou, zo nu en dan, omdat ik ook cover van The Bodyguard ben. Maar mijn voornaamste functie is om als resident de kwaliteit van deze show hoog te houden. Dat artistieke gedeelte doe ik alleen. Maar ik werk het meeste samen met Jeroen Witte. Jeroen Witte is mijn company management partner. En Mariette, dat is zijn assistent. En met z'n drieën runnen wij eigenlijk hier het management, het company management. Ik begin 's ochtends al met ziekmeldingen. Jeroen bespreekt altijd met mij welke mensen dan doorschuiven in de show. En dan vervolgens stuurt Jeroen Witte de appjes eruit aan de rest van de cast, zodat iedereen weet wie er 's avonds op is. Daarna ben ik meestal rond een uurtje of twee ben ik hier in het theater. Dan begin ik met repeteren met mensen. En dat duurt tot een uurtje of vijf, half zes. Dan ga ik meestal naar kantoren hier. En dan ga ik een hoezonlijst maken. De hoezonlijst die breng ik altijd rond op verschillende plekken in het theater. Zodat alle afdelingen ook weten welke mensen er doorschuiven. Van hier bij binnenkomst voor de cast, tot onze DSM, tot duty management voor, tot ons licht en geluid. Die moeten allemaal weten welke mensen op zijn. Dan komt de cast binnen en meestal probeer ik dan even rond te lopen door de kleedkamers. Om even te checken of iedereen wel in orde is. En of er dingen spelen in de groep, of er onrust is. Mensen nemen heel veel van hun eigen emotie mee op het toneel, dus je moet altijd weten hoe het met je groep is. Dat vind ik heel belangrijk. En daarom doe ik ook vaak mee met de trainingen hier in het theater, omdat het is A, voor mij heel erg lekker, blijf ik een beetje bij met mijn fysiek, maar B is het ook heel erg goed voor de connectie met de groep, om gewoon met hun mee te doen in deze dingen. En we hebben om 7:50 hebben wij elke dag, elke show, een team voortje. En daarin geven we altijd de laatste paar dingen mee aan de groep. Of we proberen ze te motiveren. En, zodat we elkaar allemaal even zien. En allemaal de neus in dezelfde richting. En volle gas vooruit die show weer ingaan. En daarna ga ik meestal de zaal in om ofwel de show te checken. Of in ieder geval te zorgen dat ik de eerste 10 minuten van de show heb gezien. Zodat ik een beetje voel hoe de sfeer is in de groep. Om vervolgens ofwel achter te zijn. Zodat ik achter repetitieroosters kan maken of inwerkschema's kan maken of overleg hebben met de rest van het productiemanagement. Maar ik zit ook regelmatig in de zaal. Het liefst 2-3 keer in de week zit ik in de zaal om de hele show van begin tot eind te kijken. En om weer nieuwe notes te maken zodat ik die de dag daarna weer kan uitdelen aan de cast. Ik val natuurlijk wel echt met mijn neus in de boter dat ik resident director mag zijn van zo'n succesvolle show. Ja, daar had ik van tevoren niet van kunnen dromen.